welkom bij deze nieuwe video. Ik ben weer vandaag bij jullie terug met een aantal adventkalenders. Jullie hebben gezien, ik heb al een heleboel adventkalenders op mijn kanaal unboxed. En dit is officieel de laatste adventkalender. We zitten nu al ruim in december, dus het is genoeg geweest. En ik had er nog vier liggen en ik dacht, ik ga gewoon één hele video maken over alle vier deze kalenders. Normaal maak ik per kalender een video, maar ja, ik dacht, deze doe ik gewoon gezamenlijk. Het zijn weer vier leuke kalenders. Ik heb van Be Creative Makeup, ik heb van Kruidvat, ik heb van NYX Cosmetics en ik heb van Only You. En dat is het make-up huismerk van Easy Paris. Ik heb ze alle vier ontvangen in PR, dus daar ben ik echt heel blij mee en heel dankbaar voor. I love it en ik ben heel benieuwd wat er allemaal in zit. Het zijn alle vier beauty kalenders, vooral make-up ga ik vanuit. Dus ja, we gaan ze gewoon vandaag allemaal unboxen. We gaan er ook een beetje wat sneller doorheen dan normaal, want anders wordt het echt een 3-uur video en ik denk dat niemand daar behoefte aan heeft. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je het nieuw al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 2 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze unboxing video. By the way, als je benieuwd bent naar deze make-up look, deze heb ik gemaakt in mijn oud en nieuw make-up tutorial video. Die staat al online, dus je kunt in die video zien hoe ik dit helemaal heb gecreëerd. Wat ik op mijn lippen heb, zal ik wel snel even vertellen. Ik heb de producten nou even niet bij de hand, maar ik heb lippotloodje Sweet Tea gebruikt en MAC lipstick in de kleur Honey Love. Oké, jongens, ik denk dat we gewoon gaan beginnen met gewoon gelijk de kalender die ik hier voor mij heb liggen. En dat is deze van Be Creative Makeup. Be Creative Makeup is een Nederlands make-up, een merk die te halen is bij Easy Paris. Het is een goed merk. Ik heb al vaker producten van hun gebruikt en ontvangen. En ik ben dus echt heel benieuwd naar hun adventkalender. Ik weet niet hoe groot die is, maar dat gaan we zien. Hier staat ook op exclusief at Easy Paris. Dus hij is echt alleen maar daar. Nou, ik heb hem even opgezocht. En ik heb nou ook gezien dat hij in de sale is. Normaal is hij €43,95. En nu is hij €32,96. 25% eraf. En dat is ook een tip voor jullie. Mocht je heel graag adventkalenders willen, maar je vindt ze een beetje duur, of je hebt er gewoon even niet het budget voor, wacht dan tot midden / eind december. Want dan gaan ze allemaal in de sale. En als je je afvraagt, Sarah, wat vond jij nou echt de beste adventkalender van dit jaar? En dat is by far de Look Fantastic adventkalender. Die is prijzig, maar die is echt waard. Die video staat ook online als je wilt zien wat erin zit. Maar goed, we gaan het dus vandaag hebben over deze eerst. Laten we beginnen. Ik maak hem open en dan zie ik dat het een relatief kleine kalender is. Hij is gewoon echt heel klein, slechts 6 vakjes. Normale kalenders hebben er 24. Maar goed, zulke kleine zijn ook wel leuk. Dit is wat op de box staat. Een prachtige vrouw met echt een prachtige make-up look. Heel mooi bronzy. Ideaal voor de feestdagen. Maar goed, laten we gewoon snel beginnen. 6 Days of Beauty. Laten we beginnen bij 1. Ik begon bijna bij 6. Ik weet niet waarom. Maar goed, laten we kijken wat hierin zit. Oh, het valt naar beneden. Oh my gosh. Hij valt helemaal uit elkaar. Ik ga stuk. We hebben als eerste deze. En dit is een set van de mascara. Deze mascara, by the way, amazing. Het is echt een hele goede mascara. En een lipstick in de kleur 003 Mauve Out. Dus dit zijn de 2 producten die hierin zitten. Heel leuk dat je zo 2 producten krijgt op 1 dag. Dan gaan we verder met nummer 6. We gaan deze kalender echt super snel doen, want het zijn slechts 6 vakjes. Blush en bronzer duo. Oeh, leuk. Oeh, heel mooi. Zo echt een bronzer en blush duo. Ik zou dit gewoon persoonlijk gewoon helemaal gewoon gebruiken als blush. Pakje nummer 3. Laten we kijken wat hierin zit. Ik denk dat iets niet helemaal goed is gegaan. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar alles is een beetje in de war. Oh, waar is hij nou heen? Oh nee, ik denk dat dit vakje 5 is. Jongens, ik ben gewoon echt op zoek naar vakje 3. Dit hebben ze niet echt heel handig gedaan, eerlijk gezegd. Ik denk dat dit een vakje 3 moest zijn. En dit is een liquid glitter eyeshadow. Oeh, ik hou van glitters. Dat kun je nou ook wel zien. Wauw, deze is echt heel erg mooi. Kijk dit. Focus. Kijk hoe mooi. Heel mooi, beetje rosé of zo. Beetje een rosé-roze kleur. Heel erg mooi voor de ogen. Oké, dan een vakje 4. Maar echt, jongens, alles is in de war. Dus ik pak het gewoon een beetje zo. Ik ga ervan uit dat deze nummer 4 is. Een compleet oogschaduwpalet. Oh my goodness. Oh my god. Oh, dat is wel echt heel leuk. Je ziet niet heel vaak complete oogschaduwpaletten in een adventkalender. Dus dat is wel echt iets unieks en iets leuks. Alles is ook zo mooi rood glanzend. Kijk even dit. En ook die pressed glitter zo in het midden. Fantastisch. Ik heb vaker van dit soort paletjes van hun gehad en gebruikt. En de kwaliteit is echt, echt heel erg goed. Dus je gaat hier echt heel blij mee zijn. Wat een goede kalender tot nu toe. Oké, alles openmaken heeft dus geen nut meer, jongens. Ik ga gewoon verder met de laatste 2. Nummer 5 is dit. Een klein vierkant boxje.
Het is een All Over Glitter Shell. Dus iets van een glitter shell voor op de ogen, denk ik. Dat is ook wel een leuk product. Dat zie je ook niet heel vaak. Oh, je kunt hem niet openmaken, want hij is dicht. En ik ga hem ook niet openmaken. Maar zoals je kunt zien, het is een soort van goudachtige glitter shell. Zie je dit? Dat is ook wel heel leuk. Dit zijn echt de perfecte producten voor de feestdagen. En dan nummer 6. Dat is deze. En dit zijn 4 matte liquid lipsticks. Wat leuk. Ik vind het zo leuk dat je heel tijd een aantal producten krijgt per dag. Dus uiteindelijk heb je slechts 6 dagen. Maar je hebt wel een heleboel producten. Terwijl in andere kalenders heb je 24 dagen. Maar echt slechts 1 product per dag. Dus dat wel. En dat was het dan, jongens. Dat waren de 6 dagen. En dit waren dan alle producten die je krijgt. Oprecht een goede kalender. Voor slechts op dit moment afgerond €33. Raad ik hem zeker aan. Voor dat bedrag, hoeveel je krijgt, is echt amazing. Dus dit is echt een leuke kalender voor iedereen die houdt van make-up. We gaan verder met echt een uber super goedkope kalender. En dat is deze. Deze heb ik gewoon gevonden bij Kruidvat. Heel random. Deze heb ik gehaald trouwens. Ik zei in het begin dat ik alles heb gehad in PR. Ik heb die andere 3 wel in PR gehad. Maar deze heb ik bij Kruidvat gehaald. En hij was afgerond slechts €12. Dus dat is echt heel goedkoop. En je krijgt echt 24 vakjes. Dus ik ben echt heel benieuwd wat dan hier allemaal in zit. Dit doet me echt denken aan iets wat je echt gewoon zou kunnen halen bij de Action. Oké, laten we beginnen. Ik zal hem proberen zo vast te houden. Ik ga beginnen met nummer 1. Als ik die kan vinden, dat zou fijn zijn. Ik heb echt geen idee wat het allemaal gaat zijn. Ik denk gewoon beauty. Dus ik denk make-up en misschien ook skincare of zo. Oh, hij gaat niet makkelijk open. Had ik ook niet echt verwacht voor €12. Hij gaat echt niet makkelijk open. Ik moet echt even een schaar gebruiken hiervoor. Want anders verpest ik mijn hele manicure die ik net heb laten doen. Oh, en iets valt ook al naar beneden. Dit hoorde bij nummer 8. Laten we het snel verstoppen. Dit is dus wat in vakje 1 zit. Oh jongens, waarom is dit allemaal zo lastig? Dit is nog wel lastiger dan die van de Action. In ieder geval, dit is dus nummer 1. De kalender ruikt trouwens heerlijk. Ik denk dat het echt vooral skincare gaat zijn. En het begint daar al gelijk mee, want dit is een shower gel voor in de douche. Dus om je lichaam mee te wassen. Dan ga ik verder met nummer 2. Dat is deze. En dit is ook iets voor in bad, volgens mij. Zo'n badbon. Die er ook weer echt gewoon niet uitziet. Kijk hoe cute. Het is zo'n hartje. Jongens, ik wil zo graag een bad. Dan hebben we hier nummer 3. Oké, nummer 3 is gewoon verdwenen. Jongens, ik ga echt heel deze kalenderkoop zitten struggelen. Of misschien was dat wat ik hier zag in het begin. Misschien zat dit in nummer 3. Ik denk het wel, want kijk, die paste perfect in van die teenspreiders. En ik zag dat die andere volgens mij bij nummer 2 was gegaan. Ja. Deze zaten volgens mij in nummer 3. Deze zijn heel handig voor als je je teen en nageltjes lakt. Hier is dan nummer 4. Die is een beetje kleiner. Oeh, een hele kleine nagelknipper. Ja, kijk. Een hele kleine nagelknippertje. Dan ga ik verder met nummer 5. Die zit hier. Die is best wel groot. Ik hoopte dat hij wat makkelijker open zou gaan. Maar nee, meestal gaan de grote vakjes makkelijker open. Oeh, we hebben een handlotion. Oftewel gewoon een handcreme. Dan is hier boven in de hoek nummer 6. Ik denk ook iets voor de nagels. Hier achterop staat ook wat er allemaal in zit, by the way. Nail brush. Dit is een nagelbrush. Zie je, ik wist het. Ik had al het gevoel dat het iets was voor de nagels. Dan hebben we hier nummer 7. Mini nail files. Dus nagelfilen, denk ik. Dat is echt 6. Dat is wel veel. Normaal hebben we er 1. Ja. Kijk, het zijn van die mini vuiltjes. Dat is wel apart. Zoiets heb ik nog nooit gezien. Normaal heb je gewoon 1 grote vuil. Dus dit is wel cute. Ook handig voor op reis. We gaan verder met nummer 8. Ik weet niet wat dit is. Van dit soort groene balletjes. Ik ga even achterop kijken. Wel fijn dat er achterop gewoon alles staat. Bad pearls. Oké, dit is dus ook voor in bad. Hier is nummer 9. Die is ook wel weer groot. Oeh, deze zijn altijd handig. Deze gebruik ik altijd in de douche om mijn lichaam mee te reinigen. Zo'n douchepuff-achtig iets. Ook heel mooi felroze. Oh, mijn hand begint gewoon pijn te doen. Ik ga stuk. Jongens, ik ga even deze kalender gewoon hier neerzetten. Want hij gaat gewoon echt heel tijd niet open. En ik moet gewoon heel tijd beide mijn handen gebruiken. Een gouden bal. Wat is dit dan? Dit lijkt op die ene bal van Harry Potter. Dit is ook een badvisser. We hebben wel heel veel badproducten. Dat had wel iets minder gekund. Maar oké. Nummer 11. Ik heb mijn eigen gesneden. Ah. Hier had een schaar in gemoeten. Hier zit een schaartje in. Maar die is denk ik ergens gevallen. Dus ik denk dat we die straks wel gaan vinden. Oh echt, ik ben helemaal gewond door heel deze kalender. Een hele kleine zeep. Dat is nummer 12. Oh, ik heb hem gevonden. Dit is dus wat zat in nummer 11. Dit schaartje. En dan in nummer 13 is er nog een zeep. Letterlijk de exacte volgens mij.
Ja, gewoon de exacte zeep. Ik weet niet waarom je twee dezelfde producten krijgt, maar oké. Nummer 14 is weer zo'n body lotion. Nummer 15 is een hele handige kleine spiegel, handig voor in je tas. Nummer 16 is, oh my gosh, dit zijn gewoon rozen, neppe rozen. Ik denk ook voor in bad. Dit is wel heel schattig als je je badmoment een beetje romantisch wilt maken ofzo. Of gewoon ergens opplakken als decoratie. Nummer 17 is ook een zeep, maar dan een iets grotere dan die andere. Kijk, dit is het verschil. Nummer 18 is nog zo'n Harry Potter bal voor in bad. Nummer 19 was een beetje een gedoe om eruit te halen. Dus ik ben met beschader ingegaan, maar whatever. Dit is dus een lipbalmpje. Heel cute, zo'n klein hartje. Hier heb ik iets voor de haren. En dit is een shampoo. Dus ik denk dat er hierna een conditioner komt. Hier nog een hele grote vuil. Nou hebben we 6 mini-vuilen en 1 grote vuil. Nummer 22 is een kleine lipgloss met een vanillegeur. Gaan we naar de laatste twee. Meestal zijn de laatste de beste. Met I'm not sure. 3 keer raden wat hierin zit, jongens. Nog een badproduct in de vorm van een ster, zo'n badfizzer, of hoe je het uitspreekt. En dan de laatste, nummer 24. Meestal is echt de laatste de beste, maar met deze kalender weet ik het allemaal niet. Nee, het is niet per se iets anders. Dit is volgens mij gewoon zo'n scrub ding, om je lichaam te scrubben of zo. Ik ga even hier achterop kijken. Puimsteen. Ik weet bij God niet wat een puimsteen is, maar dat is dit. En dat was het dan. Hij is helemaal leeg. Dit zijn dan alle producten die in deze kalender zaten. Let niet op hoe vies mijn bureau is. Maar goed, dit zijn dus alle skincare producten. Oké, de eerste kalender was echt een stuk beter, maar ook een stuk duurder. Deze was slechts 12 euro. Het is dus geen make-up, het is allemaal skincare. Het is een beetje action vibes, dat wel. Ook wat ik echt minder vond is dat we ook gewoon een aantal dezelfde producten krijgen op verschillende dagen. Dat zie ik echt letterlijk nooit in een kalender, dus dat vind ik ook wel echt minder. Ik persoonlijk zou liever die van de action halen dan deze, want die van de action is ook super goedkoop en die is veel beter. Ik heb ook daar een hele video over staan op mijn kanaal. Kalender nummer 3 van de 4. Is deze van Only You. Only You is het make-up huismerk van Easy Paris. Deze is ook exclusief te halen bij Easy Paris en is nu ook in de sale. Deze heeft 24 vakjes. Ik vind hem heel cute. Zo roze. Oh, achterop staat wat erin zit, maar dat willen we nog niet zien. Hij is ook best wel licht, dus ja, ik ben benieuwd wat erin zit. Hier is hij zo mooi gestrikt. En dan is dit de inhoud. Ik vind het wel echt heel mooi. Zo heel mooi licht roze allemaal. I like it. Laten we beginnen. Ik hoop dat deze kalender wat makkelijker open gaat, want echt die andere kalender, ik ben gewoon letterlijk gewond. Hier is nummer 2. Once Upon a Time. Ook heel leuk dat er overal zo'n tekst staat die iets te maken heeft met het getal. En we beginnen gelijk met volgens mij een wenkbrauwgel. Ja, een clear brow gel. Dus een doorzichtige wenkbrauwgel. Ik gebruik altijd een wenkbrauwgel, dus daar ben ik wel blij mee. Nummer 2, Just the Two of Us. Ook heel cute gedaan. Oh, dit is zo'n ding voor achter op je phone. Zodat hij niet uit je hand valt als je zo hier je vinger in doet. Dat is ook wel echt leuk. Dat had ik niet verwacht in deze kalender. Light up the Christmas tree. Dus in plaats van tree hebben ze 3 gedaan. Echt, iemand heeft hier echt goed over nagedacht. Echt heel leuk. Ik heb hier een Jumbo oogschaduw stick. In echt een hele mooie bruine kleur. Dus gewoon een makkelijke oogschaduw cream stick. Nummer 4. For your resting Grinch face. Ik denk elastiekjes of zo. Wat is dit dan? Ik heb geen idee. Zou het misschien achterop staan wat het is? Set van 2 haarelastiekjes. Dit zijn voor 2 haarelastiekjes. 5 cookies and a glass of milk. Ik hou van cookies en ik hou van melk. We hebben hier een potloodje. Oh nee, lippencil in een beetje een mauve kleur. Een beetje lichtpaars nude-achtig. 6 feet tall. Dat is hoe we onze mannen willen. 6 feet tall. Oeh, een beauty spons in een mooie roze kleur. 7. Have your selfie merry a little Christmas. Jumbo lipstick. Ja. Een hele grote lipstick potlood in een hele mooie bordeaux-achtige kleur. Nummer 8, Jingle All The Way. Oeh, een klein contourpaletje. Oh nee, een brow-poederpaletje. Dit is voor de wenkbrauwen. 3 wenkbrauwpoeders. Ook fijn, zo 3 kleuren. Dan is er voor elke haarkleur een match. Nummer 9, Nine and Feeling Fine. We hebben een hele grote vuil. Tuurlijk, dat hoort er ook bij. Oeh, heel mooi glitterig. Ik kom om van de vuilen weer dit jaar. Nummer 10, 10 Million Snowflakes. Een oogschaduwkwastje. Ook handig voor de wenkbrauwen. Nummer 11, 11 Fairy Lights on a Christmas Night. Ik denk een grote spiegel. Ja, een spiegeltje ook voor in je tas. Nummer 12, 12J Another One. Een bronzer duo. Wat leuk.
twee kleuren bronzers. Een matte en een glanzende. Dus ja, whatever you want. Nummer 13 is klein. Een losse oogschaduwpoeder. Een beetje zo goudbronzie. Nummer 14, 14 Reasons Why. Highlighter. Zodat we mooi glowy zijn in deze feestdagen. Heel erg mooi. 15, ik denk mascara. Oh nee, een potloodje. Lippotloodje. Ook weer in een iets donkerdere mauve paarse kleur. Zien jullie dat? Die andere was iets meer nude. Nummer 16, Sweet 16. Oh, alles gaat helemaal open. Een heel mooi haarklepje. Nummer 17. Baby, it's cold outside. Het is nu zeker cold outside. Het is echt zwaar in de min of zo vandaag. Een heel klein oogschaduwpaletje. Super cute. Nummer 18 is... hele mooie lipgloss. Een hele mooie bronzy glanzende gloss. Super mooi, vooral met een donkere huidskleur. Nummer 19. In the snow. Ho, ho, ho. Nu is het wel een puntenslijper in een hele aparte vorm. Zo rond. Nummer 20. Dear Santa, I can explain. Als je stout bent geweest. Weer een hele grote oogschaduwkwast. Nummer 21, Naughty Nice I Tried. En dan zo'n kruisje bij I Tried. Don't we all, jongens. But imagine how tired we are. Nog een kwast. Ik denk handig voor blush of voor bronzer. Nummer 22, Under the Mistletoe. Ik ga het even zo open scheuren. Een potloodje. Ik denk een zwart oogpotloodje volgens mij. Ja, gewoon een zwart oogpotloodje. Nummer 23, Just One More To Go. Want hierna hebben we er nog maar eentje. Dit zijn de laatste twee. Nog een oogpotloodje in een zwarte glitterige kleur. Dat is wel uniek. En dan de laatste, nummer 24. Wrapping it up. Ik hoop dat dit de leukste is. Ik weet wat hierin zit. Oeh, een blush duo. Ik hou altijd van blush. Hele, hele mooie blush duo. Oranje en een roze kleur. En dat was het dan. Hij is helemaal leeg. En dit is dan wat we allemaal in deze Only You Easy Paris adventkalender hebben ontvangen. Nou, deze kalender was in ieder geval iets beter dan die vorige. Hij is leuk. Je hebt wat pick-up van Only You. Alles is wel echt heel klein. Het is wel heel cute. Ik zou zo'n kalender aanraden voor iemand die nog wat jonger is en van make-up houdt. Oké, mijn rug begint pijn te doen van al deze unboxingen. Maar we zijn aangekomen bij de laatste. En dat is deze van NYX Cosmetics. NYX Cosmetics is dit jaar volgens mij met 3 of 4 kalenders uitgekomen. Ik denk 3. En de grootste heb ik al unboxed op mijn kanaal. Die video is er al. En dat was echt een grote teleurstelling. Het was echt een slechte box. Het had 31 vakjes. Maar echt, het was helemaal niks. Bijna geen verschillende producten. De kleuren. Alles was klein. En het was echt een bende. Het was echt een van de slechtste kalenders die ik tot nu toe heb unboxed. De NYX PMU 31 Days Advent Kalender. Wat vonden we van de kalender? Ik weet het niet zo goed. Al met al vind ik het echt wel een beetje tegenvallen helaas. Dus NYX had me een beetje teleurgesteld. Dus ik hoop dat deze beter gaat zijn. Dit is er iets kleinere van hun. Laten we kijken wat we hiervan gaan vinden. Oeh, het is echt apart gedaan. Ik snap niet precies wat ik nou zou moeten doen. Is dit zo'n do-it-yourself kalender? Maar een aantal zijn dus al gemaakt. Dus die ga ik voor alvast even openen. Want ik heb hier al gelijk nummer 1. Ik vind de verpakking wel echt heel, heel erg leuk. Ik hoop dat deze kalender beter gaat zijn. We hebben al gelijk iets goed. De grote brow gel voor de full size. Dan heb ik hier nummer 3, 4 en nummer 7. Maar geen nummer 3. Dus ik denk dat je die zelf moet maken of zo. I'm not sure. Dit is dan wat er weer onder zit. Hier is ook geen nummer 3. Ik snap echt niks van heel deze box. Even deze er ook weer uithalen. Ook even deze eruit halen. Deze losse. Wat moet je dan hierin doen? Ik snap echt geen rol van heel deze kalender. Wat is dit? Ik ga het even online opzoeken hoor. Oké, ik kan niet echt een goede uitleg vinden, maar ik ben gegaan naar de reviews en die zijn echt rete slecht. Oh my gosh. En daarin wordt dus verteld dat dit dus gewoon allemaal te goed bonnen zijn, maar dat het dus allemaal te goed bonnen zijn voor abonnementen en die zijn duur. En als de gratis periode voorbij is, moet je betalen. Dus als je je aanmeldt, hoef je in het begin niks te betalen, maar als je niet op tijd opzegt, moet je dus gaan betalen. Ik haat dat soort dingen. Dus ja, dit zijn dus gewoon allemaal gekke tegoedbonnen. Ik ga stuk. Dit is echt crappy. Dit is nog erger dan die andere kalender. Ik ga even eentje gewoon openmaken. Ja. Dit zijn gewoon allemaal te goed bonnen voor allemaal online zooi. Wat is dit? Nou snap ik waarom iedereen het letterlijk 1 ster geeft. 1 maand free of streaming concerts. Oh, hier zit dit in. Dit is zo'n stencil. En dan kun je zo van die dingen creëren op je gezicht. Oké. Ik ga gewoon even alles openen. Ik ga het dus niet doen op een volgorde, want ik snap allemaal geen rol van dit allemaal. Oké, dit is gewoon zo'n andere stencil voor je make-up. Oké, even deze kijken. Nog zo'n gratis abonnement trial. Nog een gratis abonnement trial voor iets. Oh, hier hebben we wat stickertjes. Oké, jongens, ik denk dat dit echt nog slechter is dan die andere. Wat is dit allemaal? Een vel.
Oké, okay, ik ga stuk. Nog een free trial. En nog een free trial. Oké, okay, dat was dus wat al in alle bonnen zat. Ik zal nou gewoon even de normale boxjes open doen. Ik heb gewoon hier random nummer 4. Ik ga dus gewoon echt alles in de war doen. Dit is de Lip Loving Lip Balm. Ik heb hier dag nummer 24. Dit is de laatste. Die zou dus de beste moeten zijn. Laten we kijken of dat ook echt zo is. Oh, deze is wel echt heel goed. De Liquid Eyeliner Pen. Deze is oprecht echt heel erg goed. Dus dit is wel een goede laatste dag. Ik heb hier nummer 3. Daar was ik net naar op zoek. Een zakje. Met zo'n cleaning wipe erin. Of volgens mij om je make-up ermee af te halen. Oh, NYX Cosmetics. Wat is dit? Jullie zijn zo'n groot bedrijf. Jullie hebben echt genoeg geld. En dan is het iedere keer weer dit. Hier is dag nummer 7. Mat setting spray. Deze is heel erg goed. Wel de mini versie. Ik heb hier dag nummer 21. Ik begrijp dat ze anders willen zijn met al die abonnementen. Maar echt niemand zit daarop te wachten als je een adventkalender haalt. De On The Rise mascara full size. Deze is ook wel echt heel erg goed. Hier is nummer 19. Klein ingepakt iets. Hebben we nou echt gewoon een ring? Ik ga stuk. Kijk, we hebben gewoon oprecht een ring gekregen. Ik hoef echt geen ring in een NYX adventkalender. Als ik NYX bestel, verwacht ik make-up en niet dit. En de maten. Iedereen heeft toch een andere maat. Dus het matcht niet met iedereen. Deze is wel een beetje te groot voor mij. Maar ik heb echt hele dunne vingers. Hij past hier wel. Oké, okay, op zich, ik hou wel van een ring. Ik ga verder met nummer 13. Zo'n kwast schoonmaak ding. Hier heb ik nummer 18, dag nummer 18. Nog een spray, dewy spray. Dit is wel ook de mini versie. Deze zijn allemaal echt heel erg goed. Ik vind de producten in gewoon deze boxen echt veel beter dan al die gekke bonnetjes en alle producten die daarin zaten. Ik heb hier dag nummer 15. En dit is een full size fill and fluff brow product. Dus voor de wenkbrauwen ook full size. Dat is wel fijn. Ik heb hier nummer 10. Oeh, een badglas. Ook full size. Deze zijn ook heel fijn in de kleur crème brûlée. Hier heb ik nummer 8. Een klein vierkant doosje. Dit is een kleine spiegel. En het is een sleutelhanger. Volgens mij heb ik nou alles gehad of niet. Ik ben even alles aan het openmaken om te zien of er nog iets in zit ergens. Maar nee, dat was hem. Super slecht. Nou mensen, dit waren dan de laatste 4 kalenders van dit jaar. Ik hoop dat jullie weer hebben genoten van deze video. Als je nog andere wilt zien, die staan allemaal al op mijn kanaal. Ik denk dat ik wel gewoon met volle overtuiging kan zeggen dat de beste kalender van dit jaar die van Look Fantastic is. Die is echt fantastisch, letterlijk. En de slechtste zijn echt de NYX kalenders. Vooral omdat je er best wel wat voor betaalt en het is gewoon echt crappy. Deze vond ik ook weer echt slecht. En al die abonnementen, echt niemand zit daarop te wachten. I don't like it. Maar goed, ik zet alles weer beneden in de beschrijving. Mocht je een van de 4 willen halen, of alle 4 of 3 van de 4, of welke je ook zou willen, linken staan beneden in de beschrijving. En zoals altijd hoop ik weer dat jullie hebben genoten van deze video. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!